Hij heeft het wapen uit de auto meegenomen en bij zich gestoken. Ook toen Raya riep: nee, nee, niet doen, heeft hij zijn plan voortgezet. Hij is naar haar toe bewogen en heeft geschoten. De plekken van waar hij Raya geraakt heeft in het achterhoofd met inschot in het achterhoofd en twee doorschoten aan de borst en de buik geven ook aan dat er sprake is van voorbedachte raden. Het verdriet bij de nabestaanden was en is enorm groot. Zeker omdat de verdachte volhoudt dat het zelfverdediging was en dat Raya een wapen had. Hij werd geconfronteerd met het wapen op hem gericht. Ja, en dan is die worsteling opgevolgd en vervolgens heeft hij de schoten gelost op haar. Maar zij probeerde hem neer te schieten. Justitie gelooft niets van het verhaal over zelfverdediging. Een van de getuigen heeft de verdachte gericht zien schieten. Hij ziet een man op hele korte afstand met zijn arm gestrekt, eigenlijk in een hele rustige positie een kogel op haar afvuren. Dus echt heel doelgericht, ook met de bedoeling om iemand van het leven te beroven. Het Openbaar Ministerie heeft ook gekeken naar de periode voor Raya's dood. Haar ex-ferry was dwingend en dreigend en plaatste zelfs afluisterapparatuur in haar huis en auto. Daaruit blijkt overduidelijk dat verdacht het einde van de relatie niet kon verkroppen. Op allerlei manieren trachten Raya te controleren ziekelijk jaloers was en tegen beter weten in hoopte dat het goed zou komen. En haar bleef opzoeken, ondanks adviezen van anderen haar met rust te laten. Raya's dochter Van Tien blijft alleen, zonder moeder. Raya laat een diepe leegte achter. Dat ze haar mist, dat ze mist dat ze haar kan knuffelen, dingen met haar kan doen. Uh, maar ook, en dat is heel schrijnend, uh, dat ze het moeilijk vindt om zich te herinneren hoe haar moeder eruit zag. En dat ze daar foto's voor nodig heeft. En dat je dat natuurlijk niet wil.